Hallo kijkers en welkom weer al op een Eurotrick Simulator gameplay. We hebben redelijk wat geldjes. Ik heb ook al mee wat level upjes laten doen. Je ziet het hier onder mij staan. Hier zo level 1191 zit ik al. Goddelijk kampioen ben ik. En ik krijg weer al een prijsken als ik weer al live ga. Ziet je? Dat is altijd zo. Dames en heren, dus ik wil eerst beginnen en dan beginnen ze mij ook te storen. Even zeggen, hoi, ik ben een game. Een game. Play een gameplay op aan het nemen. Voilà. Dat is nu dus mijn truck waar ik dus ga mee rondrijden. Ik heb ook momenteel ook mensen in dienst. Kijk maar mensen. Ik heb 1, 2, 3, 4 mensen in dienst en dat ben ik, speler natuurlijk. Ik snap niet waarom dat daar speler staat. Dus ik kan hun ook ontslaan. Maar dat doen we niet. Dat doen we niet. We gaan eens even kijken naar de arbeidsmarkt. Dan externe dingen. We gaan van... we gaan deze nemen. We gaan naar Polen toe. Even eens refreshen. Dat blijft hetzelfde. Dus we gaan naar Polen toe. Dus van Rotterdam naar Polen. Opdracht starten. Ik neem daar altijd een mooie screenshot van. We gaan dus LPG vervoeren. Maar kan zijn ook tussen de F's, tussen de gameplay, dat ik ook F's dat ook op Be Right Back ga zetten. Een screen. Omhoog van, ik ga ook even van iemand dan afscheid nemen, voor even maar. Even kijken welke kant dat ik moet rijden. Aan deze kant, Rotterdam, natuurlijk, Europa. We zijn nu aan het gaan naar de WGC bedrijf. Dus nu zijn we aan het wachten tot het groen licht is. Weet je wat? Ik ga ook even hier wat muziek op de achtergrond opzetten. Dan hebben jullie ook wat muziek. Voilà, ze. Daar is gewoon een kat. En ik ga ook zo met één oor rijden even. Dan kan ik ook horen als mijn vriendin vertrekt dat ik ook afscheid kan nemen. Voilà. Ik moet al mijn eigen zien hè, op editor. Op staat er hier. Hier komt niemand aan, daar komt niemand aan. Oké. Ik ga de sprinkler ook aanzetten. En ik ben aan het draaien. En dan hier zo nog in. Voilà, en daar staat hem te wachten op mij. De vrachtwagen. Hoeveel kilometer gaan we rijden? Zie daar, ik zeg dat ik een gameplay op aan het nemen ben en toch blijven ze sturen. En aan het koppelen de WGCC. Oké, even aanhangen. Ja. En hoeveel kilometers gaan we rijden? 1160 kilometer van Rotterdam naar dus naar Gdansk.
Daar hebben we toch ook wel nog wel al veel van gehoord van Gdansk. Die Otto zag dat ik uit aan het rijden ben, want ik was al mijn manoeuvre uit aan het voeren, dus die moet maar stoppen. Hoe lang mag ik rijden? 9 uur en 17 minuten, dus ik moet sowieso een nachtrust inlassen. Een rustmoment. Yes, ik kan oprijden, dat is goed. We gaan nu naar Amsterdam-Groningen. Richting Amsterdam-Groningen rijden. Voilà, ça. Wat scheelt er? Oké. Maar misschien kun je die gordijn wel iets sneller openzetten. Misschien, ik ga dan kijken ook als de lichtinval niet tegenvalt. Mocht hij ze wel open doen. Oké. We zitten nu in een tunnel. Een tunnel waar ze ook aan het werken zijn. De tunnel moet ook altijd goed onderhouden worden, hè, mensen. Even kijken, ja. Dat valt nog goed mee. Kun je nu beter opletten? Ja. Alsjeblieft. Dat is wel waar. We zitten op de E19 of de A4 in Nederland. Hier gaan we een leuke tunnel in. Wow, 100. En nu terug omhoog. Maar hoeveel ton ben ik eigenlijk aan het vervoeren? 18 ton LPG. Jullie weten toch wat LPG is, hè, mensen? Nee, ik ook niet. Ja, dat is een soort gas waar ze met auto's, waarmee auto's rondrijden, denk ik. Alleen auto's. Ik weet niet, alleen auto's. Is er nog iets van LPG? Ik weet het niet. Laat het hieronder in de comments weten. Dus dat doet me ook altijd deugd voor wat, ook altijd er wat bij te leren. Ik zat even op de borduur te rijden. Ouch. Tegen de borduur te rijden. Amsterdam-Groningen. En dan nog een keer, opnieuw. Amsterdam-Groningen, A4. Amsterdam-Groningen, A4. En als je wilt afslaan, is het Eemulden of zoiets. Daar ben ik ook nog niet geweest. Nu gaan we stelkens af aan voorbij Amsterdam rijden. Nog een mooie 1093 kilometer. Dus pak nog maar een popcorn of zo erbij. Of een chipske, noem maar op. Hier is iedereen allemaal aan het remmen, ik haat dat. Je zit op een hoofdweg. Rijd dan toch door. Ik wil door kunnen rijden. Door! Ik kan nog niet eens voorbij steken, want het is druk op de baan. Heel druk op de baan. Nu zijn we richting Hengelo aan het rijden. Ah, oké. Okay. Ja, maar dat heb ik ook in het game, hè, Hengelo. Oké. Nu komen we nog een tankstation tegen. En de naam kan ik niet goed lezen. Ja, zie, ik wil van rijvak veranderen en dan gaan ze nog proberen dat voorbij te steken aan de verkeerde kant.
Wat gaat je doen, grijzoutje? Ga je mij nog voorbij stikken, ja of nee? Nee, dan komt er nog een andere auto er nog langs rijden. Godver. Ik ga hem voegen, nee. Ik wou zeggen, ik wou een scheldwoord zeggen, maar ik heb het toch maar per geluk niet gedaan. Echt een hele lange bocht. En ik hoor mensen buiten. Klopt dat? Dan hoor ik toch weer nog goed. Haha. Ik moet van rijbaan gaan veranderen. Dat ga ik nu doen. Hup, richting Onbruk. En dan de lang. Dat kan ik zelfs niet lezen. Niet richting Colin en Liège, maar wel anders. Ah, Liège. Liège, sorry, Liège, Liège, Liège. Omwille van dat is leuk. En daar moeten we niet zijn, we moeten richting Polen rijden. En dan zijn we nog altijd goed bezig. En alles is nog in een goede staat. Ik rijd 90 km per uur. Ja, oké. Wat ik normaal gezien maar 80 mocht. Maar ja, voor die 10 km is het sneller. Mens. Daar toch niet uit, hè. Jawel, dames en heren. We gaan richting de 1000 km nog rijden. Hoe lang mag ik nog eigenlijk rijden? 7 uur en een half. Dat is dus. Als ik eigenlijk op, als die 16 uur op 10 uur staat, ga ik ergens een rustmoment zien te vinden. Oops, I did it again. Dat doet me dan altijd denken aan Britney Spears. Als iemand iets zegt van oeps, dan denk ik direct van oeps, I did it again. Ik snap het niet. Ik snap dat gewoon niet. Dat trekt dan in mijn hoofd komt. We zitten nu op de E30 en nog 995 kilometer rijden. Otoke, wat gaat jij doen? Mij aan de andere kant voorbij steken en je probeert er tussenin te moffelen? Dat lukt niet. Dat lukt gewoon niet. Zwaaien zoeken naar de kijkers. Oh, ik ga de computer terug aanzetten. Ah, uw headset opruimen. Zie je dus hoe mooi dat de zon op mijn stuur schijnt. En op mijn dashboard. Aan welke kant moet ik rijden? Ik weet dat dus niet. Richting. Ja, dat kan ik dus niet lezen. Hè. Niet lang richting Groningen rijden. Gewoon rechtdoor blijven rijden. Ik weet niet hoe lang dat deze gameplay gaat duren. Maar ik heb wel een paar ritten doen. En ik ga ook nieuwe mensen ook aanwerven, ook een nieuwe garage kopen, hoogstwaarschijnlijk ook in Polen. Kijk, in de garage openen. Dan weten jullie dat. Dan, dus elk land wat ik nu ga bezoeken, ga je proberen zo goed mogelijk wel. Een garage te openen. Wij rijden Duitsland in! Jee, Duitsland! Welkom!
kan nog altijd genoeg kilometer rijden, nog 888 kilometer kan ik rijden. Oei, ik moet dan ook nog zelfs eens tanken. Het staat op 15 uur en 12. Dus ik heb gezegd, op 5 uur, als het op 10 uur staat, ga ik ergens een rustmoment zien te zoeken. Ik kan dat dus niet lezen naar Hanover. We zijn nu richting Hanover aan rijden, maar wat eronder staat, onder die bord van Hanover, ik kan dat dus niet uitspreken. Dat is Bulge. Polski. Polski, Polski. Wat? Oké. Okay. Oké. Nog 900 kilometer, mensen. Nog 900 kilometer te gaan. Oei, ik zie dat ik ze niet moet gaan afslaan. Dus ik ga proberen zo snel mogelijk voorbij te steken. Oei, het is rood licht. Jawel, ik stond stil. Yes, het is groen. We kunnen doorrijden. 888 kilometer nog. 888. 888. Osnabrück binnen. Osnabrück of zoiets. Zeg ik het goed, ja of nee? Laat het in de comments weten. Zeker laten weten als ik het goed uitspreek. En dan wat ik straks misschien ook eens ga doen, ga ik ook nog zo een paar vrije ritten doen. Wat houdt dat in? Ik ga dus dan naar garages toe gaan waar ik kan overkopen. En dan probeer ik weer op mijn wijkvolk weer al wat uit te breiden. We zijn terug vertrokken. We zitten ergens in Duitsland rond te rijden. Nu. Ik heb nu last, heel veel last ook van mijn buik, mensen. Ik geef dat ook eerlijk toe. Maar toch blijf ik doorzetten om deze gameplay tot een goed einde te brengen.
Ah, ik kan nog 2703 kilometer rijden met deze vrachtwagen. Oké, dus ik moet nog niet dadelijk gaan tanken. In deze opdracht. Is die zuster? Nee, dat niet. Ah, oké. Ah, oké. Als je soms zo wat eens naar voren gaat, mensen, dat betekent dat ik eens even een steek heb in mijn maag. En ik zal ook wel in de beschrijving proberen, ik ga zeggen te proberen, daar ook bij te schrijven wanneer van wanneer tot wanneer, in welke minuut tot welke minuut er ook die be right back pauze ingelast is. Bijvoorbeeld als ik naar de wc moet gaan of iets anders. Deze oprit heb je nog niet nodig. Dat is de volgende die ik nodig heb. Kom aan, kunnen ze mij niet eens met rust laten? Pokémon. Terug op de auto snelweg, dat is cool. Ik zat er even oprijden. En ik weet niet op welke autosnelweg dat we nu zitten. Ik kan het niet zien. Misschien op F4, F5. Nee. Nog 808 kilometer, mensen. Nog 808. Dan is deze vrachtwereld tot een goed einde gebracht. Momenteel zonder accidenten. Nog 4 uur en 43 minuten heb ik de tijd om de dingen een rustmoment gaan te zoeken. En ik ga deze vervoer 56.456 yokes verdienen. Nee, we gaan nu nog eentje verder van pitstop. Ik riskeer dat. Berlin, Hamburg. Die richting zijn we uit aan het rijden. En aan de andere kant is er een accidentje gebeurd. Weer een vrachtwagen uitgebrand. Amai man. Dat gebeurt hier toch wel vaak in deze spel hoor. Toch mijn lichten aan, ja. Dus heb ik gezien op welke dat we zaten. Die heb ik niet gezien. Hoi, politie van Duitsland. Polizei. Z
695 euro's bij verdiend van Rebecca. Chauffeur Rebecca F is een level omhoog gegaan. Yay! Goed bezig, Rebecca. Dat is een van de chauffeurs die ik hier heb aangeworven in het spel. Ja. Oké, okay. Mensen, even een kleine break. Ik moet even naar de wc gaan, dus ik ben zo terug.
En wat ik ook nu net op heb opgemerkt is dat ik zonder microfoon aan het spelen was. Sorry daarvoor, voor die 5 minuutjes of zo. Zonder geluid. Hallo, ik ben terug. Ik ben een rennie gaan halen. Dus voor mijn maag. Dus daar ga ik even dus allemaal eens terug zeggen wat ik heb gezegd. Ik heb een rennie gehaald. Maar je ziet toch dat ik blijf doorzetten. Ook voor een gameplay volledig voor jullie af te leveren. Ondanks dat ik redelijk harde pijn heb aan mijn buik. Blijf gewoon doorgaan. Alsjeblieft. En ik heb ook moeten overgeven. Dus, en je ziet, ik zit terug al achter mijn computer. Voor jullie, voor een gameplay neer te zetten. Richting Polen. En ik heb ook klimmetje trantjes moeten laten. Mijn excuses ervoor. Maar ja, dat heb je altijd, hè. Inkomen 1787 van chauffeur Leon R. Dat doet me denken aan mijn opa Leon Remus of Leo Remus. Hierboven. Ik blijf altijd aan jou denken, opa. Oké, moet zwijgen. GSM. Zullen we nog eentje skippen of niet? Ja, we gaan nog eentje skippen. Nee, we gaan niet skippen, we gaan niet skippen, we gaan niet skippen, want het is redelijk ver nog eentje. Maar dat precies dat de vrachtwagens allemaal in één keer binnen moeten. Hier een dorp verder. En dan gaan we hier langs de andere vrachtwagen gaan we staan. Voilà. Even een rustmoment. Je neemt wat rust tot 9:10. 9:10 gaan we. Yvonne P, dankjewel om weer al een rit te maken. Dankjewel. Rebecca F kon geen opdracht te vinden en is leeg teruggekeerd. De brandstof- en onderhoudskosten zijn min 345 euro. Wow, dat is niet zoveel. Chauffeur Toby T. kon geen opdracht vinden en is leeg teruggekeerd. De brandstof- en onderhoudskosten zijn min 357 euro's. Hela! Zo, zo lopen de bedragen wel op. Hè. Inkomen 733 euro voor chauffeur Yvonne P. Dankjewel. Dan nog inkomen 2426 euro van chauffeur Leon R. Dankjewel. En dat waren de berichten. Hoe lang mag ik rijden? Oh. We kunnen in één rit doorrijden. We moeten hier aan deze kant blijven rijden. We gaan nu naar de E55. Ik denk dat we ergens rond 5:30 gaan aankomen. Het is nu 6:30 dat we gaan aankomen, maar je ziet wel dat de tijd aan het naar onder aan het gaan is. Dus
Nog een mooie 516 kilometer, 515 kilometer te gaan. Gaat goed hè mensen? Geen accidenten nog niet gemaakt. Houd vasthouden. Kan zijn dat ik ook nog een telefoon of zo ga krijgen. Van stap in. Duitsland heeft toch ook wel een redelijke grote oppervlakte hoor, van qua land. Tegenover België of Nederland. Ik hoop niet dat die vrachtwagen ook mee in moet. Nee. Ik ben mij uit aan bollen. Hier weer de brug op. Oei, een kleine leg spike. Kan gebeuren. Wat ik jullie dan ook nog ga meenemen is nog een garage kopen als ik deze vracht heb afgeleverd. Daar nog wat chauffeurs aanwerven. De kat speelt Call of Duty. Oei, een katje speelt Call of Duty. Miauw, paf, paf, paf. Miauw, paf, paf, paf. Dan doet mij dat eraan aan denken, hè, mensen. Jawel. Nog een dikke 400 kilometer te gaan en dan zit de rit erop. En deze gameplay dan nog niet? Nee, 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 nee. Want ik ga ook nog aanwerven, hè? Dus denk er ook nog aan. Uh-huh.
Oostvaart. Dat is nog altijd Duits. Dus dat betekent dat we er ook nog altijd in Duitsland zitten te rijden. Ziet, we zijn nu onder de 6 uur gezakt dat we gaan aankomen. Dus daarbij dat ik ook heb gezegd. Om 5:30 verwacht ik dat we gaan aankomen. En nu verlaten we Duitsland en komen we Polen binnen. Dus dan zitten we al in het juiste land te rijden. Dat is goed. Dat is heel goed. Yo, Polen! Tet. Lange termijn van totaal 1446 werden betaald. Oké. Okay. En hier waren ze weer al aan het remmen. Waarom? Oh, ik rij weer al een dorp binnen. Dat is zo hatelijk dat een autosnelweg uitmondt in een dorp. En dan kun je nog niet eens voorbij steken, hè. Dat er een otterke in je dode hoed zit, hè. En je nog niet eens willen doorrijden. Hopelijk ben ik zelfs van die vrachtwagen hier voor mij af. Ik zie daar ook nog een paar vraagtekens. Maar ja, maakt niet uit. Oh, ik ben nog niet van die vrachtwagen af. Die moest hier ook in. Oh, nee. Hier kan ik al een bedrijf kopen. Dat gaan we even gauw doen. 180.000 euro's verkocht. Op de sloophamer. Hell yeah, kijk eens, daar staat mijn vrachtwagen. Dan gaan we eens even kijken, hè. Bij de truckdealers. Dus we gaan weer al wat trucks kopen. We zitten in Polen natuurlijk. Bezoek truckdealer. Welke merk is dat? Ik weet het niet. We gaan het direct zien. Zo, je kunt niet snel rijden terwijl je bezig bent met een ultra. Het voldeert eerste levering. Ah, oké. Allee dan. We gaan wel upgraden. Voilà. Ik vind het ook wel een mooie screenshot. Voilà, ook 5 op de 5. Dagelijks vind ik niets beschikbaar. Oké. Oeh, sta ik nu in één keer binnen in die vrachtwagen? Oh my god. Dan heb ik best lang mijn eigen bedrijf rijden. Kijk, ik heb hier zelfs een eigen tankstationnetje.
Alassa, we hebben een garage gekocht. Zelfs nog wat vrachtwagens er moeten bij kopen. Hey, het was nog oranje. Ah. Kom er niet. Ondertussen hebben die zeker alweer al rood. Nee. Ja, het ging net op rood springen. Het gaat er al terug weer al wat veel beter met mijn maag. Dus dat is goed. Nog even door blijven rijden. Alles zes heb ik gezegd dat we daar gingen aankomen, hè? Nee, dat is mijn streefdoel. Voor alles zes aankomen. We hebben nog altijd LPG aan het vervoeren. Gdansk zag ik net op de plaats staan, dus dat is heel goed. Dat betekent dat we stilletjes ervan zitten aan te komen. Ik blokkeer hier even de ganse kruispunt, waarom ook niet. Maar, ik ben niet gebotst. Ik heb geen schade. Kijk maar, 0-0-0. Welkom in Gdansk, nog een paar kilometertjes en dan zijn we in Gdansk. We zijn wel al de goede richting uit aan het rijden. Gdansk, rechtdoor, oké. Okay. Volg de plaatsen al. Een vrachtwagen verstoort eigenlijk wel niet veel hoor. Ik wil eerlijk toegeven. En daar ga ik ook nog een garage kopen. €7,8 miljoen heb ik nog. Gdansk rechtdoor. Oké. Okay. We zitten nu op de E28. Blijkbaar toch wel op een snelweg. Heel raar. Met één rijvak. Net niet altijd, hè. Net niet dat ik bots. Jullie denken van, ja, hij gaat hem raken. Hij gaat hem raken. Toch niet. Heb ik een schoesing in, mensen. Had ik een schoesing in.
Hey, politie, rijdt nu weer niet tegen mij, hè? Dat is gelijk alle keren, hè? Want jullie zijn ook niet meer dan een gewone mens als jullie geen sirenes op hebben staan. Nee, heb ik dat ook eens gezegd. Nog 257 kilometerkes. En we zitten al een kwart voor zes, hè. Kan ik er nog naar onder krijgen of niet? Die 250 kilometer? Denk het wel. Zie het eens al, 244 heb ik ook al gezien. 244. 44. Zie je, we blijven niet op 44 staan, dat is goed. En dat gaat ook nog naar onder, 43. Gdansk rechtdoor, oké. Nu ben ik wel eens op tijd gestopt. Kom aan, nu geen treinen. Oké. Met die bosjes, hè, dat is al wel moeilijk om nog eraan te krijgen. Hè. Maar we zitten al in de 30, dus dat is goed. 38. Om 200 kilometer te gaan en dan zit deze rit erop. Maar jullie weten het ook, dan zit de gameplay er ook nog niet op, dus dan gaan we nog gauw 10 mensen aanwerven. 10! Ik hoor het goed. En dan ook nog eens een garage overkopen. Dat staat ook nog allemaal op het programma nu. Gdansk rechtdoor, nog 190 kilometer. Ah! Als ik dat doe, dan heb ik een steek in mijn maag. Oh! In een bord voorbij steken, waarom ook niet? Nog 167 kilometer. En we zitten onder de 30, zelfs onder de 20 al. Gaan we nog de 5 uur ook nog halen? Ik dacht dat ik even ging kantelen, maar het is burgerlijk niet gebeurd. Nog 150 kilometer te gaan.
trouwens, zo rauw is ook eens die bus ook al eens voorbij steken. Mooi op tijd terug ingevoerd, zag dat dus. Rijden met stijl noemen ze dat. Rijden met stijl. Dat zal ik wel niet in het dek doen hoor. Daarvan zat ik er wel tegen. Denk ik hè. Nog 130 kilometer. Oh. Die spiegel heb ik dan. Voilà. Oké. Een volgende rustmoment, 5 uurtjes. Ja, dat gaat nog lukken dan. Voor tijdig binnen te geraken. Nog 120 kilometer. Oeh. Beste natuur, waarom vind ik dat toch altijd allemaal uit zo gelijk buikpijn? Ah. Ja, steek mij maar voorbij, Otteke. Of toch niet? De laatste 100 kilometer zijn nu ingegaan. En we zijn onder 5 uur gezakt. Want ik kan je één ding zeggen, ik begin ook terug weer al een zweetaanval te krijgen. Ik heb zo gevoelige darmen, hè, mensen. Ik heb echt zo gevoelige darmen. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze gameplay. Ik heb toch één garage hier ook in deze gameplay kunnen kopen. Dus we gaan nog zelfs nog een tweede kopen natuurlijk. Ik kan u één ding zeggen mensen, dames en heren. Daar gaan we dan. De laatste 50 kilometers. Geen schade. Ik zie een klein beetje rood bij mijn wielen. En er staat wel nog 0%.
inkomen. 827 euro van chauffeur Rebecca App. Rebecca, jij doet dat wel eigenlijk heel goed. Ik zit hier opnieuw op een snelweg of wat? De E75, ja, blijkbaar. Ik wil niet helemaal stilstaan. De laatste 13. Kan ik hier dan ook nog mensen aanwerven, ja of nee? Ik weet het niet, dat gaan we subiet wel zien. Maar sowieso ook nog in deze gameplay krijg ik ook nog een nachtrust. Krijg ik ook nog bij het toevoegen. Ik zie de finishvlag al. Oh, ik wil daar zo snel mogelijk naartoe rijden. Hè. Gdansk. Even rond licht. Die auto profiteert er ook nog van dat ik een vrachtwagen ben voor. Ja, ik sla hem snel in. Eerst gaan we de vracht afleveren. Wat beleefd? Ja. Ja, dat kan. We moeten blijkbaar helemaal achterin rijden. Voilà, set. Hopsa, weer een level omhoog. Lift? Ah ja. Voilà, set. Weer een rit achter de rug. Ze zijn onderweg. Wat blijft? Ze zijn onderweg. Oké, dan ga ik ook snel zijn hier. Om af te sluiten trek. We gaan nu nog eerst gewoon een garage kopen, mensen. En bij die garage, ja, kan ik ook uitrusten. Hè. Ja, ik wil hem kopen. Wat? Wacht, even kijken, hoe ging dat nu weer? Zo? Nee. Garagebeheer, juist. Dus ik heb nu... in Gdansk en ja, oké. Dus ik heb er wel nog geen chauffeurs voor. Ah, ik kan het dus niet meer upgraden. Deze kan ik nog wel nog upgraden. Dus ik ga dat ook nog gewoon doen. Voilà, zo, groot. En ik ga Scania's kopen. Echt waar, Scania. Want dat zijn echt mooie vrachtwagens.
Voilà. En nu nog wervingsbureau selecteren. Maar ja, dat is voor later allemaal. Goed, mensen, vergeet deze stream al niet te liken. Stream, gameplay. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe gameplay of iets dergelijks is. Ik zie jullie allemaal later terug. Yo.